begin met wat je hebt en doe wat je kan. Dat is de mentaliteit waarop ondernemerschap is gebaseerd. In 88 landen is er deze week aandacht voor ondernemerschap en het stimuleren daarvan onder jonge mensen, dus ook onder studenten. Nou, met de battle van vandaag hebben we samengewerkt met het innovatieplatform van Balkenende. En die willen graag ideeën hebben, nieuwe ideeën hebben, om ondernemerschap op de middelbare school te stimuleren. En wij dachten, ja, we kunnen dat zelf gaan bedenken, maar het is natuurlijk veel leuker om dat aan studenten zelf te vragen. Kom met een goed idee, hoe kan ik ondernemerschap op de middelbare school stimuleren? Kijk, die moet wel even voor de camera. Ja? Ik heb net de Battle of Concepts gewonnen. Ik ben de eerste geworden met het project Make Some Money. Waarin kinderen 5 euro krijgen en daar zoveel mogelijk geld mee moeten verdienen in 2 jaar tijd. Het houdt in dat kinderen dus een vlog krijgen met 5 euro. Hebben ze vervolgens 4 dagen tijd in het team om een plan te bedenken. En dat plan hebben ze vervolgens maar 2 uur tijd om het uit te voeren. Daardoor worden ze heel creatief zijn, initiatief nemen en ja, oftewel echt ondernemers zijn. Iedereen die het leest wil dan ook een held zijn. Vraag is alleen, wil degene die het leest ook een ondernemer zijn? Mijn plan is om dus een Nederlandse kinderboekschrijver een boek te laten schrijven met daarin een soort ondernemende held. Nu zijn er heel veel boeken natuurlijk over dat er helden in voorkomen, zeg maar. Dat zou eigenlijk een held met een onderneming moeten worden. Dit is gewoon een hele mooie kans om met iemand mee te lopen in het bedrijfsleven. En ik denk dat ik daar heel blij mee moet zijn. Als er genoeg goodwill is vanuit onderwijs en docenten die daar voor achter staan, dan ben ik van overtuigd dat het succes wordt. Wat er nu gaat gebeuren is dat ik een ondernemer moet gaan uitkiezen. En dat zal nog heel lastig worden, want ik denk dat ik gewoon thuis een keer een quote open ga slaan en kijken van wie me interesseert. Ik zal woensdag de AIX-beurs openen met die Gong. Dat komt er ook bij, dat is ook een heel leuk iets om te mogen doen. Ik ga gewoon lekker verder met studeren. En ik denk dat dit een eenmalig verhaal is. Misschien dat ik nog verder in de ontwikkeling betrokken word over het kinderboek. Dat zou heel leuk zijn.